Heb je nog steeds worstelingen met je identiteit, Niels? Of zeg je nee, dit is goed zo, zoals het nu is? Ja, het is wel goed, maar ik heb wel nog steeds het gevoel en de vraag die de hele tijd in me rond zweeft van waarom heb ik dit nou weer? En dat blijft de hele tijd, iedere dag komt dat weer terug. En dan op dat moment voel ik me dan heel rot. De laatste tijd gaat het wel beter, maar ik heb sommige dagen dat ik helemaal diep in de put zit. Ja, geestelijk. En wat doe je dan als je in de put zit? Ik ga vaak naar mijn hond toe. Helpt die? Ja. Mooi. Dat is mijn steun. Wandelen of gewoon aaien? Knuffelen, stoeien, spelen, van alles met mijn hond doe ik. Nou moet je heel veel doen, hè, om in ieder geval te onderdrukken dat de vrouwelijke hormonen naar voren komen. Dan krijg je medicijnen voor, je wordt ook behandeld daarvoor. Ja. Hoe is dat? Niet prettig, want het zijn behoorlijke vervelende naalden die in je been worden gespoten. En dat is niet fijn. En die worden iedere maand krijg ik die injecties. Maar is het zo pijnlijk dat je het ook daar, ook nadat het gespoten is, er last van hebt een tijd? Ja, in het begin had ik wel last van. Ik kon wel lopen, maar het deed wel zeer het lopen. Want ik heb ook 3 keer in de week trainen, toen in de day. En dat ging dus toen niet. Ik kon maar 1 of 2 keer trainen. Voetballen, ja. Nou, je bent nog jong, je mag nog niet geopereerd worden. Dat is wel wat je wil uiteindelijk. Ja. Ik zie dat Sterre zegt het heel erg mooi, zoals het zegt. Heb je last van onderaan? Ja. Is dat iets waar je voor schaamt? Of? Ja. Dat is nog het enige waarvan je nu zegt op dit moment, dat is niet af. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Want hij is elke week, of elke maand is hij dus bereid om die pijn te lijden. Ja. Iedere maand weer. Ja, dan word je er ook weer mee geconfronteerd. Als hij dus die prik moet halen en dan is hij ook echt heel verdrietig en heel somber, zoals hij dat zelf ook zegt. En dat doet ook wat met je als ouder natuurlijk. Want je ziet hem dan weer worstelen en hij wordt echt ook, hij wordt natuurlijk sowieso dagelijks geconfronteerd met dat lijf wat niet bij hem hoort. En als hij dan die prik krijgt, daar ziet hij enorm tegenop, omdat het een pijnlijke prik is. Ja, en dan in zijn achterhoofd dat dit gewoon nog jaren, eigenlijk zijn hele leven doorgaat. Weliswaar niet, als hij straks 15, 16 is, dan krijgt hij die crosshormonen. En dat is dan niet iedere maand, dat heb ik begrepen althans, want dat kan nog weer veranderen. Iedere maand een injectie, maar dat wordt dan minder frequent. Maar hij moet wel zijn hele leven gewoon prikken krijgen, zoals het er nu voor staat. Denk je wel eens aan de toekomst, Niels? Een beetje, ja. Ik denk wel vooral aan een leuke toekomst. Tuurlijk denk je aan een leuke toekomst. Ja. En wat zie je dan als je die leuke toekomst ziet? Nou, gewoon een volwassen man die alles heeft doorgemaakt, operaties, alles. Met een hond, uiteraard. Wat voor hond? Ja, een zwarte. Ik weet het niet. Of weer een labradoedel. Ik denk wel een labradoedel. Kijk naar een grote Zwitserse sennehond. Oh ja. Oh, nou nee. Die zijn echt top. Ja, maar die haren heel veel. Nee, dat zijn de Berner sennen. De Zwitserse senne is kortharig. En die worden wel groot, zijn super lief. Daar kan je gewoon in verdwijnen als je je in de put voelt. Echt. Heerlijk. Niels, mag ik je wat zeggen? Want ik heb je vooraf gesproken en toen heb ik ook aan je gevraagd of je nerveus was. En je was een klein beetje nerveus, zei je. En terecht, wie is dat niet? Iedereen aan tafel is hier nerveus. Maar jij op je 13e je zo kan verwoorden en uitdrukken. Ja. Hey, respect. Dank je wel. Dank je wel.